Welkom bij aflevering 26 van de tijdlijnserie. We hebben een populair, complex en ook controversieel onderwerp op de agenda staan. Namelijk het merkteken van het beest, zoals dat in het Bijbelboek Openbaring besproken wordt. Laten we Gods hulp vragen bij dit belangrijke, maar ook best wel ingewikkelde onderwerp. Heer de God, dank u wel dat we deze nieuwe mijlpaal mogen zetten in. Ja, dit grote verhaal. Hier, we zien om ons heen hoe mensen bezig zijn om alle wereldreligies bij elkaar te krijgen. Hier, misschien is het soms goed bedoeld door individuen die daarin zitten. Hier, er zitten ook machten en agenda's achter. En uiteindelijk is ook de grote vraag: wat is waar? Wie bent u, wie is onze schepper? Wat is het verhaal van ons leven? En wat kunnen en moeten we verwachten voor de tijd die nog voor ons ligt? Dat u met uw licht schijnt, Heer, in ons leven en ons de weg wijzen. In Jezus' naam. Amen. In de tijdlijn bevinden we ons op het actuele wereldtoneel en op de aanloop daarnaartoe. Het is altijd goed om te weten waar we ongeveer zitten in het grote verhaal. In de vorige aflevering hebben we gekeken hoe het initiatief om alle wereldreligies bij elkaar te krijgen in onze tijd, vorm krijgt. Om een centraal punt en centraal gezag ook te gaan vormen. wat er misschien al meer is dan dat je op het eerste gezicht zou denken. We hebben daar een aantal voorbeelden van gezien. En de verwachting is dat dit verder zal gaan ontwikkelen de komende jaren. En de grote vraag is: zou dat oude streven van. Babel om een gemeenschap, een wereldgemeenschap te creëren los van de schepper, zou dat alsnog gaan lukken. Are you in or are you out? In openbaring wordt een, een, een vooruitblik gegeven op hoe de machten in onze wereld zich ontwikkelen. En hoe de geestelijke strijd, die al duizenden jaren op gang is, hoe die zich verder zal gaan ontvouwen. En dat heel, helpt heel erg als aanknopingspunt om te begrijpen wat er gebeurt en wat je eigen plek daarbinnen is en welke keuzes er te maken zijn. En in Openbaring 12 tot en met hoofdstuk 14 wordt eigenlijk de kern van deze strijd beschreven. En daarin komen we het volgende tegen. En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrije en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen behalve hij die dat merkteken heeft of de naam van het beest of het getal van zijn naam. Dus hier worden heftige consequenties gekoppeld aan het wel of niet hebben van een merkteken. Je kan dan namelijk niet meer kopen of verkopen en dan word je in feite dus buiten de economie gezet en dan is het heel moeilijk om je leven verder vorm te geven. En een derde engel volgde hen die met een luide stem zei: als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en een merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de Toren van God. Hier staat de troon, maar het moet de toren zijn. Dus dit is heftige taal. Hier staat een heleboel op het spel. Ik wil je graag meenemen in een soort van onderzoek naar wat dit merkteken van het beest zou zijn. Wat ik in de introductie ook al aangaf, dit is best een populair onderwerp. Je kunt hier heel veel over vinden aan series, ook op YouTube of andere kanalen, aan boeken. Er zijn allerlei ideeën over wat dit zou kunnen zijn. En wat ik je ga proberen uit te leggen is waarschijnlijk anders dan wat je meestal tegenkomt. Ik wil je daarom uitnodigen en ook een beetje prikkelen om eerst deze lijn te volgen. En om dan daar je eigen conclusie aan te verbinden. Wat zijn de uitgangspunten in dit onderzoek? Om te beginnen zie ik om me heen dat er heel veel giswerk is. Misschien is het dit, misschien is het dat. Iedereen lijkt daar wel ideeën over te kunnen hebben wat het merkteken van het beest zou kunnen zijn. En um, hoe je dat precies moet zien, wat je moet verwachten voor de toekomst. Ik zou er eigenlijk een pleidooi voor willen doen: dat de Bijbel zelf de aanknopingspunten zou moeten leveren. Dus in plaats van zelf allerlei dingen te gaan verzinnen, van wat het mogelijk zou kunnen zijn, zouden we in staat moeten zijn om vanuit de Bijbel te ontdekken wat dit is. Dat is ons startpunt. Dan is het belangrijk om ook te begrijpen dat het boek Openbaring, het laatste boek van de Bijbel, het boek is van de voleinding van alle dingen. Dus het is niet alleen een boek over het einde van wat gaat er nog in de toekomst gebeuren. Maar het is de volleinding. Dus het is de hele geschiedenis die er al aan vooraf ging, die er is en die zich nog verder gaat ontwikkelen tot aan het einde. Dus het is het boek van de volleinding en dus ook niet te begrijpen zonder de geschiedenis die daaraan is voorafgegaan en zonder ook het eerste deel van de Bijbel het Oude Testament. Je moet in elk geval twee eenvoudige vragen kunnen beantwoorden om op het spoor te komen wat het merkteken van het beest zou kunnen zijn. Allereerst, je moet natuurlijk weten wie of wat het beest is. Want hoe kun je anders bepalen wat het merkteken van het beest is? Als je dus niet weet over wie of wat dat gaat, dan heb je ook geen flauw benul wiens teken het zou zijn. En ten tweede, op welke manier spreekt de Bijbel zelf eigenlijk over een Teken. En dan vooral een teken in het kader van een verbond. Of een, een soort associatie, een samenwerking. Want dat is ook wat we in openbaring zien: is dat dit beest, dit beest uit de zee, die gaat een soort van masterpact aan met de kooplieden en de koningen van de aarde. Dus hij gaat ook een soort alternatief verbond aan en heeft daar ook. Een teken voor? Het antwoord op de eerste vraag, die heb ik hopelijk in het verloop van de serie tot dusver al duidelijk kunnen maken. Als je die afleveringen niet gezien hebt, nodig ik je uit om daar dieper in te duiken. Ik vind het belangrijk om niet zomaar wat te roepen. Zeker niet als het over dit soort grote dingen gaat. Het moet goed onderbouwd zijn. Dus ik heb dit uitgebreid besproken in eerdere afleveringen. Als je daar vragen over hebt, Ga daar even naar terug. Maar dat is hier het stapppunt, het beest waar het hier over gaat. Dus het beest wat een teken heeft, dat is het Vaticaan. Maar wat zegt de Bijbel dan over het gebruik van een teken? Om dat te begrijpen, moeten we een stap terug gaan zetten in de tijd. Naar de verbondssluiting bij de Sinaï. Daar lezen we over een bijzondere ontmoeting van Mozes met God zelf, van aangezicht tot aangezicht. In Exodus 19 tot en met hoofdstuk 31 zien we de wetgeving. Daar komen onder andere de wereldberoemde 10 geboden in voor. En daar zien we de verbondssluiting van God. Met het volk Israël. En een belangrijk onderdeel van deze hele beschrijving bestaat uit een ontmoeting tussen Mozes en God. Dat wordt namelijk beschreven in hoofdstuk 24 tot en met 31. Dat is echt een lang stuk in Exodus. Heel erg belangrijk. Daarna zei hij tegen Mozes: Klim naar boven naar de Heer toe. Dus hij klimt die berg op om de heer daar te ontmoeten. Mozes krijgt tijdens deze ontmoeting op de berg Sinai krijgt hij de stenen tafelen met de tien geboden en hij krijgt ook inzicht in het hemelse ontwerp van de tent die hij moet gaan maken. En die tent wordt wel de tabernakel genoemd. En hij krijgt als het ware een doorkijk in de hemelse versie. En hij krijgt dan vervolgens de opdracht om daar een soort van Replica van te maken hier op aarde. Als God die tien geboden heeft gegeven en een hele uitgebreide uitleg over die bijzondere tent, waar heel veel symboliek in zit, gaat Mozes weer naar beneden, naar het volk. En toen de Heere geëindigd had met hem te spreken op de berg Sinai, gaf Hij Mozes de twee tafelen van de getuigenis. Tafelen van steen, beschreven met de vinger van God. Daar hebben we in een eerdere episode naar gekeken. De tien allerbelangrijkste regels. Heel gaaf, hè? er wordt soms nog wel eens wat negatief gedaan over Gods wet. Maar het is eigenlijk super gaaf. Dus ik zou zeggen: kijk dat ook nog eens na als je dat niet eerder hebt gezien. Toen sprak de Heer tot Mozes: ga, daal af. Want, en dan komt helaas een minder positieve ontwikkeling. Uw volk dat u uit het land Egypte hebt geleid, heeft verderfelijk gehandeld. Dus als ik Mozes was, dan was ik er al snel klaar mee, denk ik. Hij is even weg en vervolgens krijgt hij van God te horen dat volk wat jij uit Egypte heeft geleid, heeft alweer het spoor bijster en heeft verderfelijk gehandeld. Maar voor ons is het dus van belang om te zien dat Mozes. De berg opgaat, dan een uitgebreide ontmoeting heeft met God, waarin hij de verbondswet krijgt en het voorbeeld van de tabernakel. En dan gaat hij weer terug naar het volk. Aan het slot van deze ontmoeting op de berg geeft God hem een teken mee. Dat is interessant. Verder zei de Heer tegen Mozes. U dan spreekt tot de Israëlieten en zegt: U moet zeker mijn sabbaten in acht nemen, want dat is een teken tussen mij en u, al uw generaties door, zodat men weet dat ik de Heere ben die u heiligt. Ja, u moet de Sabbat in acht nemen, want die is voor u heilig. Wie hem ontheiligt, moet zeker gedood worden. Ja, Ieder die op die dag werk verricht, die persoon moet uitgeroeid worden uit het midden van zijn volksgenoten een heftige taal. Laat de Israëlieten dan de sabbat in acht nemen door de sabbat te houden al hun generaties door als een eeuwig verbond. Hij zal tussen mij en de Israëlieten voor eeuwig een teken zijn. Want de Heer heeft in zes dagen de hemel en de aarde gemaakt en op de zevende dag heeft hij gerust en zich verkwikt. Dus God geeft Israël hier de wekelijkse Sabbat als teken van zijn verbond. Die Sabbat ingesteld door God bij de schepping is een verwijzing dat Hij de schepper is. En dat dit volk dus loyaal is en gecommitteerd is aan de schepper. Je ziet dan ook opmerkelijke parallellen tussen Exodus, deze beschrijving in Exodus, en het boek Openbaring. In Openbaring lezen we namelijk het volgende: En de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken. En van het getal van zijn naam stonden bij de glazen zee met de citus van God. En zij zongen het lied van Mozes, die dienstknecht van God. En daarna zag ik en zie de tempel van de tent van de getuigenis in de hemel werd geopend. Dus hier wordt expliciet verwezen naar Mozes. En er wordt ook een associatie gemaakt met de overwinning, toen het volk door de Rietzee trok en aan het eind terugkeek en bevrijd was van de vreedheid van Egypte van dat moment. En hier staan deze overwinnaars, staan ook bij de zee, de glazen zee, dus dat betekent dat uh, het een rustige zee is, het strijdgevoel is voorbij. En daar is duidelijk een expliciete verwijzing naar Mozes. Ook zien we hier de tent van de getuigenis in de hemel. Wat kreeg Mozes te zien tijdens zijn ontmoeting op de berg Sinaï? Dat was het hemelse ontwerp van deze tent, die hij na moest gaan bouwen. Mozes kreeg, zoals we hebben gezien, als slot van deze ontmoeting, een Teken mee, een merkteken, zo je wil. En dat was de Sabbat. Aan dat teken was zelfs de doodstraf gekoppeld. Dat woog enorm zwaar, of je je daar wel of niet aan hield. En ook bij het merkteken van het beest in openbaring is de doodstraf gekoppeld. Dit betekent dat Exodus hoofdstuk 20 tot en met 31 het achtergronddecor is van wat het beest uit de zee gaat doen. En dat is dus ook nauw verbonden met Gods wet. Er wordt gesproken over een teken op je hoofd of op je hand. Dat komt niet uit de lucht vallen. Het is namelijk een verwijzing naar de wet in Deuteronomium. Daar kreeg Israël de volgende opdracht: luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Daarom zult u de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht. Deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerlicht en als u opstaat. U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. En iets verderop. Daarom moet u deze woorden van mij in uw hart en in uw ziel prenten. Bind ze als een teken op uw hand. En ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. Dus in openbaring wordt gesproken over een merkteken van het beest, wat of op je hand of op je voorhoofd um, um, ja, een plek krijgt. Hier krijgt Israël de opdracht om de wet van God symbolisch gezien of op je hand of op je voorhoofd vast te binden. De geestelijke strijd, waar openbaring eigenlijk naar verwijst, gaat om wat je denkt, dat is je hoofd, en het gaat om wat je doet, dat is je hand. En de vraag is. Wie bepaalt eigenlijk wat jij denkt en wat jij doet? En is datgene wat jij denkt en wat jij doet, is dat in overeenstemming met Gods karakter en met Gods wet. En dus zij moesten die wet symbolisch gezien op hun hand of op voorhoofd dragen. Als teken dat je eigenlijk denkt in overeenstemming. Met Gods karakter en met Zijn goede wet. Achterliggende vraag is ook dus: wie volg je eigenlijk? Wie erken je? Je zou bijna kunnen zeggen: wie aanbid je? Het is een kwestie van autoriteit. Laten we eens kijken naar de centrale plek van de Sabbat in de tien geboden. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Dus laten we eens kijken naar de tien geboden. De bovenste drie geboden, die hebben te maken... Met de relatie tussen God en mensen. De onderste zes geboden hebben te maken met de relatie tussen mensen onderling. Heb God lief met heel je hart, heel je ziel en heel je verstand. En je naaste als jezelf. Dus zo heeft Jezus het in het grote liefdegebod samengevat. Dus hij verving de wet natuurlijk niet. Hij vatte hem samen. En de essentie daarvan bracht hij naar voren. Precies daartussenin zie je het Sabbatgebod. Gedenk de Sabbat van de schepper. De achterliggende vraag is eigenlijk, wie bepaalt de regels? Voor hoe wij met elkaar omgaan. In het Sabbatsgebod wordt heel expliciet verwezen naar de schepping. Met andere woorden, God is de schepper van hemel en aarde, van alles wat er is, van jou en van mij. En dus mag hij, heeft hij de autoriteit om de regels te bepalen voor wat goed is. Want hij is onze schepper, hij weet wat goed is. Dus die Sabbat is als het ware een koppeling tussen... God als schepper, hoe je met hem omgaat, maar ook dat hij dus zeggenschap heeft op hoe jij leeft en hoe je dus met je naasten en ook met jezelf omgaat. Daarom wordt de sabbat in het Oude Testament regelmatig verbonden met afgoderij, nepgoden, nepgoden die je van de echte God afhalen. Nog even terug naar de context. Je ziet hier het plaatje van het oude Midden-Oosten. Daar hebben we vaker naar gekeken. God had Israël een centrale plek gegeven tussen de supermachten van dat moment. Egypte, het oude Babel, Assyrië. Maar na de torenbouw van Babel en de gedwongen migratie begon er ook een wildgroei te ontstaan aan allerlei religies en afgoden. Dus elk volk en elk land had wel zijn eigen. God. En te midden van die hele warbel was het de bedoeling dat het volk Israël zou laten zien: wie is nou eigenlijk de enige echte God? Wie is de schepper van alles? En dat is waar de Sabbat dus naar verwijst: dat God toen deze instelling gestart heeft. Daarom zie je dus een link tussen het volgen aan de ene kant van de schepper. Of, als je de scheppen loslaat, ja, dan heb je keuzes erover. Dan kan je van alles verzinnen waar je achteraan gaat lopen en wat je gaat aanbidden. Noem het afgoden. En die link die zie je dus bijvoorbeeld hier in Ezekiel. Omdat ze mijn bepalingen verworpen hadden, niet in mijn verordeningen waren gegaan... en mijn sabbaten ontheiligd hadden, want hun hart ging hun stinkgoden achterna. Ik vind het ook wel mooi trouwens dat er soms niet politiek correct gesproken wordt, maar gewoon recht toe, recht aan, zoals het eigenlijk is. Het zijn stinkgoden die je geen goed doen, je kan ze beter achterwege laten. Dus hier wordt de link gelegd tussen het ontheiligen van de Sabbat en het achterna lopen van de stinkgoden. Dus je laat de schepper los en je gaat afgoden achterna. God heeft de Sabbat gegeven als een rem... Op onze persoonlijke ja, hebzucht, het streven naar steeds meer winst en geldingsdrang, en daarmee ook de erkenning dat wij geschapen zijn. Dat wij niet zelf God zijn, dat wij niet zelf de bron van het leven zijn, dat wij in Zijn wereld leven, dat wij van Hem zijn. En dat wij dus ook afhankelijk zijn van wat Hij ons geeft. Dus je wordt één keer per week stilgezet om daar over na te denken en zeker in onze hectische samenleving is dat iets wat enorm veel waarde heeft. God de schepper heeft dus het laatste woord over jouw leven en over mijn leven. Dat is waar het hier om gaat. Maar nou zegt de profetie dat er iemand zou komen die God's tijden en God's wet zou gaan ondermijnen. Daniel kreeg een profetie van een macht die opkomt vanuit Rome, vanuit het Vierde Rijk, en die macht zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen. Blijkbaar wil iemand anders de regels gaan bepalen. Het gaat hier uiteraard over God's tijden en God's wet. Het is opmerkelijk dat tijden en wet hier in één adem genoemd worden. Blijkbaar hebben die twee met elkaar te maken. En, bijna nog opmerkelijker wat mij betreft, deze macht gaat ze niet afschaffen, maar veranderen. Dus het is er al, maar hij gaat er iets anders van maken. Hij gaat er zijn eigen draai aan geven. Dan kan ik me voorstellen dat je denkt, maar hebben wij daar dan wel mee te maken? Want dit gaat toch over, over de wet, over Gods instellingen. En is dat niet iets van vroeger, iets van lang geleden? Is dat niet juist zo dat Jezus de wet beëindigd heeft? En dat wij nu in het tijdperk van de genade leven en dat we eigenlijk niks meer met de wet van doen hebben. Hoezo zouden wij dan nog te maken hebben met een verandering van tijden of van de wet? Begrijpelijke vraag. Maar we hebben inmiddels geïdentificeerd wie deze supermacht is die dit gaat doen, die Gods tijden en wet gaat veranderen. Over welke periode spreekt deze profetie dus? En dat is wel een spannende. Daniels profetie over de aanpassing van Gods tijden en van Gods wet is dus van toepassing op de tijd van het nieuwe verbond. Want pas in die periode kwam deze nieuwe machthebber op die dit zou gaan doen. Dus. Het is als het ware een waarschuwing over iemand die de wet en de tijd aan gaat passen in de periode van het nieuwe verbond. Blijkbaar hebben wij daar wel mee te maken. Maar hoor ik sommige mensen denken: wij leven toch niet meer onder de wet? Wat ga je me nou vertellen? Ga je, is dit niet een soort van dwaling? Of ga je nou ineens toch weer de wet introduceren? Terwijl ik dacht dat dat verleden tijd was geweest. U leeft niet meer onder de wet, zegt Paulus. Hoe, hoe zit dat eigenlijk? Hoezo de, de wet in de periode van het nieuwe verbond? Hoe, hoe, wat bedoel je precies? Hoe zit dat? Daarom moeten we even een pitstop maken onder de wet of zonder de wet. En we gaan een paar stapjes zetten en ik ga je laten zien dat de wet van God weliswaar niet de basis is voor onze relatie met Hem, maar nog steeds een hele belangrijke plek heeft. Allereerst, als er in de Bijbel wordt gesproken over de wet en over de volheid van de wereld, dan komt die wet opmerkelijk vaak langs. Want, zegt Paulus, die dag komt niet tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is. De tegenstander die zich ook verheft boven al wat God genoemd wordt. Jezus die zegt, de oogst, in zijn vergelijking die hij hier doet, de oogst is de voleinding van de wereld. De Zoon des Mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn Koninkrijk verzamelen alle struikelblokken en hen die de wetteloosheid doen. Velen, zegt Jezus, zullen op die dag, de grote dag, waarop hij terugkomt, op die dag tegen mij zeggen, Heer Heer, hebben wij niet in Uw naam geprofiteerd, en in Uw naam demonen uitgedreven, en in Uw naam veel krachten gedaan, dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb U nooit gekend. Waarom niet? Ga weg van mij, U die de wetteloosheid werkt. Elke keer afstand nemen van die wet. En er zullen veel valse profeten opstaan, en die zullen er velen misleiden. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde verkillen. Maar wie volharde zal tot het einde, die zal zalig worden. Dus die wetteloosheid die speelt een enorme grote rol juist als het om de voleinding van de wereld gaat. Tijdens deze periode van de voleinding, waar we naar het einde van de wereldgeschiedenis zoals we die nu kennen toegaan. dan zal een christelijke religie en theologie worden gepromoot. vol krachten, wonderen en tekenen, maar waarbij de gehoorzaamheid aan God en aan zijn regels van tafel wordt geveegd. Paulus die zegt dat bijvoorbeeld tegen Timotheus. En weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. De wet gaat natuurlijk over je naaste liefhebben, over je naaste recht doen. God recht doen, je naaste recht doen, jezelf ook. Uh, dit staat dus in contrast, dat je dus alleen maar met jezelf bezig bent. En ze zullen voor zichzelf leraars verzamelen, overeenkomstig hun eigen begeerte. Dus mensen die verhalen vertellen die mooi in je eigen straatje passen, en waardoor je zondige hart geen uh, tegenwind krijgt, die, uh, die worden populair en, en groot. En er zullen er een heleboel van zijn. Opmerkelijk is dat voordat in openbaring 13, waarin gesproken wordt over dit merkteken, en waar die geestelijke oorlog wordt uitgevoerd, geschetst dat we daar het kenmerk krijgen van de mensen die trouw blijven aan God, namelijk in Openbaring 12 vers 17. En de draak, de duivel werd boos op de vrouw, de gemeenschap van Jezus en ging heen om oorlog te voeren tegen de overige van haar nageslacht. En wat kenmerkt hun die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben. Dus in deze geestelijke oorlog, waarbij dat beest allerlei dingen gaat doen, daar is dus een hele groep met mensen die daar niet in mee wil gaan en die nemen dus blijkbaar de geboden van God in acht en het getuigenis van Jezus Christus hebben ze. Jezus die zei zelf ook: als u mij lief hebt Neem dan mijn geboden in acht. Het slaat ook nergens op om die uit elkaar te trekken, want de wet gaat in feite om het liefhebben en om het recht te doen. Dat zijn geen tegenstrijdige zaken, die horen gewoon bij elkaar. Paulus die zegt in Romeinen: Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben, want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Hier zie je opnieuw de essentie is het liefhebben, het recht doen van elkaar, dat is de essentie die in de wet verder uitgewerkt wordt. Het hoort bij elkaar. Jacobus voegde eraan toe, als u echter de koninklijke wet volbrengt, volgens de schrift, u zult uw naaste liefhebben als uzelf, dan handelt u goed. Dus hier wordt eigenlijk heel positief ook gesproken over het in acht nemen, het hoog houden van Gods geboden, omdat dat namelijk in lijn is met Gods liefde voor ons en onze liefde voor onze naasten. Jezus, die heeft de wet dus niet afgeschaft, de verbondswet, maar hij gaf zijn leven juist om willen van die wet. Dat legt Paulus hier in Romeinen uit. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, He, dus de wet beschreef wel bepaalde dingen voor over um, hoe het goed is om te leven. Alleen elke keer lukt het niet omdat uit ons eigen hart iets anders voorkomt naar, naar voren komt en dat wij onze eigen begeerten en verlangens steeds volgen. Dus uh, daardoor werd het, die wet eigenlijk krachteloos. Maar die wet zelf, die was wel prima. Het probleem zat in ons hart. Dus wat voor die wet onmogelijk was om ons te veranderen, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees. En dat omwille van de zonde. En de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons. Die niet naar het vlees wandelen, dus eigenlijk naar onze zondige hart, maar naar de Geest. Dus Jezus heeft aan de rechtvaardige eis van de wet voldaan. Dus Hij heeft die niet afgeschaft, maar Hij heeft die juist staande gehouden. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven. Opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid. En voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Dit is iets om eens over na te denken. Als God zijn wet had afgeschaft, dan was er helemaal geen verzoening nodig. Dan had God kunnen zeggen: Joh, het maakt helemaal niet uit wat je denkt. Het maakt helemaal niet uit wat je doet. Ga lekker je eigen gang. Dan is er ook geen probleem. Dan is er geen relatiebreuk. Dan hoeft er niks opgelost te worden. En dan was er geen verzoening nodig. Juist omdat God zijn wet compromisloos heeft laten staan, was er verzoening nodig. En in feite. Is dat supergoed nieuws. Want als God water bij de wijn gedaan zou hebben, als Hij compromissen had gesloten met het kwaad en met de zonde, dan was alles, maar dan ook alles verloren. Dan hadden wij geen hoop meer voor de toekomst. Juist omdat God volkomen zuiver is. Volkomen goed. Is Hij de rots waarop ons leven en waarop onze toekomst gebouwd wordt? Daarom is er hoop. Dus Jezus, die heeft ons met God verzoend door zijn offer, juist om die wet van God. Dat zuivere karakter van God, zou je kunnen zeggen. 100% in stand te houden en toch een relatie met God mogelijk te maken. Wat Paulus niet bedoelt: ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid, zegt Johannes, en de zonde is wetteloosheid. In zijn relaas over de wet in Romeinen komt Paulus op een gegeven moment daarom tot deze conclusie. Wat dan? Zullen wij zondigen, dat wil zeggen Gods wet verbreken, omdat wij niet onder de wet zijn, maar onder de genade? Volstrekt niet. Dus hij verwijst hier naar de verbondsgeschiedenis van het Sinaï-verbond, die. Vormgegeven werd op basis van de wet, de tien geboden, die in een ark lagen, in het heilige der heiligen. En hij zegt: dat is nu niet meer zo, want de tijd van het nieuwe verbond is aangebroken op basis van het offer van de Messias, die met zijn eigen bloed het nieuwe verbond heeft bekrachtigd. Dus dat oude verbond is niet meer van kracht. En dat betekent dus dat de relatie tussen God en mensen. niet um, georganiseerd wordt, zou je kunnen zeggen. op basis van het houden van die wet. Want dat bleek namelijk dood te lopen. Het volk. die kon dat niet doen. En eigenlijk kan niemand dat doen. inclusief ik en jij niet. Dus, en dan zegt Paulus. dus we zijn niet meer onder de wet. Met andere woorden, dat Sinaï-verbond is. Niet meer van kracht. We hebben het nieuwe verbond. Maar dat betekent niet dat het voor God om het even is, wat je ook maar doet. Dus er zijn helemaal geen regels meer. Uh, leef lekker je eigen leven. Dat is het dus niet. En mocht je denken dat dat de bedoeling was, zet hij dat hier heel duidelijk recht. Van Je moet zeker niet denken dat het voor God niet meer toedoet hoe je leeft. Tuurlijk doet dat er wel toe. Dus als we nog even naar deze tijdlijn kijken, waar heeft Paulus het over? Deze periode van om en nabij het jaar 1400, iets tevoren voor Christus, tot aan de komst van de Messias en het nieuwe verbond. Die periode is voorbij. En dus we zijn niet meer onder de wet. Maar uiteraard is die wet voor God nog steeds belangrijk. En hebben we ook gezien dat juist de wetteloosheid een groot probleem is. Richting de voleinding. Belangrijk om te zien is dat deze tien geboden, deze woorden van het verbond, een aparte status hebben in het geheel van Gods wetgeving. Ze zijn geschreven op steen en niet op perkement of op klei. Ze zijn geschreven niet door Mozes maar door God zelf. Ze werden bewaard in de gouden ark en die gouden ark werd in het allerbelangrijkste plek van het heiligdom neergelegd. Mozes kreeg ook nog een hoop andere instellingen, maar die zijn als het ware van een andere orde ten opzichte van deze verbondsregels. Heel veel regels rond de offerdienst, rond het vormgeven van de samenleving, ook. Het instellen van de feesten, de, de Joodse feesten, was allemaal bedoeld om het oude verbond vorm te geven. Maar die zijn als het ware op een ander plan dan deze tien geboden, die dus op steen door God zelf geschreven zijn en bewaard zijn in het Allerheiligste. Als je dat in gedachten houdt. Wordt het ook duidelijk dat er een verschil is tussen het gebod van de Sabbat en allerlei andere instellingen die ook golden onder het oude verbond in de wet van Mozes. Want wanneer heeft God de Sabbat, eigenlijk de wekelijkse sabbat, ingesteld? Dat is een hele belangrijke vraag. We gaan helemaal terug naar het begin. Zo zijn de hemel en de aarde voltooid en heel hun lege macht. Toen God op de zevende dag zijn werk dat Hij gemaakt had voltooid had, rustte Hij op de zevende dag van al zijn werk dat Hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde nu, want daarop rustte Hij van al zijn werk dat God schiep door het te maken. Dus in de scheppingsweek, helemaal aan het begin van de wereld en van de menselijke geschiedenis, heiligt God hier dus deze dag. Dat betekent dat de sabbat dus geen exclusief joods gebeuren is. Dat wordt vaak zo beweerd. We zullen daar ook straks wat voorbeelden van zien. Het is geen joodse, geen exclusief joodse instelling, want God had namelijk. Al bij de schepping deze instelling gedaan. En toen bestond het Joodse volk uiteraard nog helemaal niet. De sabbat is dus niet ingesteld tijdens het Sinaï-verbond in zo'n 1400 voor Christus. In tegenstelling bijvoorbeeld tot de zeven Joodse feesten. En dus er zijn tegenwoordig ook best wel wat mensen die zeggen: van zouden we niet misschien ook de Joodse feesten moeten vieren? Nou ja. Als je, als je dat wil doen, dan wat mij betreft prima. Maar het is heel belangrijk om te zien dat het dus niet op, dezelfde, op hetzelfde level staan. De Sabbat was al bij de schepping gegeven door God. En de feesten die worden tijdens het Sinaï-verbond gegeven om het volk en dit verbond vorm te geven. Je ziet dat bijvoorbeeld al in Exodus 16 voor de wetgeving. Dat het volk rekening moet houden met de Sabbat. op het moment dat ze manna gaan inzamelen. Dus de wet was nog niet gegeven, maar de Sabbat bestond al. Daarom zeggen de tien geboden: Gedenk de Sabbat. Dus hij wordt niet ingesteld, maar de, de Joodse natie moest de Sabbat, die al sinds de schepping bestond. in ere herstellen. Gedenk de Sabbatdag. de joodse instellingen rond de feesten rond de rustdagen die ook met die feesten verbonden waren en die allemaal te maken hebben met het Sinaï verbond die zijn niet langer van kracht omdat dit een schaduw was van de komende dingen en natuurlijk de menselijke regels die daaraan toegevoegd zijn die zijn al helemaal niet van kracht dat is wat Paulus hier in Colossense bedoelt. Laat dus niemand u veroordelen in zaken eten of drinken, of op het punt van een feestdag en een nieuwe maan of de sabbaten. Deze, dagen zijn, deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen. Als u dan met Christus de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven, waarom laat u zich dan alsof u nog in de wereld leeft bepalingen opleggen als pak niet, proef niet en raak niet aan? Dit zijn allemaal dingen die door het gebruik vergaan. Ze zijn ingevoerd volgens de geboden en leringen van niet van God, maar van de mensen. Dus Paulus zegt hier: er zijn heel veel extra regels en geboden door mensen ingevoerd, eh, en er wordt dan gedaan alsof je er allemaal aan moet houden. Um, dat is niet zo. Ook al die feestdagen, het feestdag en nieuwe maan die hij noemt, die waren bedoeld om het oude verbond vorm te geven. Want het oude verbond is voorbij, want het nieuwe verbond is gekomen. En verbonden aan die feestdagen had je ook bijzondere sabbatten, zoals bij het Loofhuttefeest of andere feesten, die begonnen vaak ook met een rustdag. Dus dat is waar Paulus hier naar refereert. Hij heeft het hier niet over de wekelijkse sabbat die God al bij de schepping had ingevoerd, maar hij heeft het hier over de bepalingen van het Sinaï-verbond en hij heeft het over alle toevoegingen van mensen die daar later bij um, geplakt zijn. Hij zegt: laat je niet voor de gek houden, want als je namelijk daar helemaal in meegaat, dan begrijp je niet wat de messias heeft gedaan en wat het nieuwe verbond betekent. Geloof en Gods gebod zijn dus eigenlijk twee kanten van dezelfde munt. Het liefhebben en Gods wet, die horen bij elkaar. Zonde betekent dat je eigenlijk heel vol bent van jezelf. Ik vind mezelf heel goed en belangrijk, beter dan anderen. Dat je jezelf gaat verheffen. En dat leidt tot wetteloosheid. Want je doet je, je, doet je naaste geen recht, omdat je jezelf altijd op nummer 1 zet. Doe wat je wil. Geloof daarentegen betekent dat ik mezelf toevertrouw aan God. Ik hoor bij u, ik wil luisteren naar wat u te zeggen heeft. En dat ik alles van Hem verwacht. En dat geloof, dat is dus eigenlijk niet gebaseerd op, op iets wat je zelf doet. Het is niet een soort tour of zo, van dan moet heel veel geloven. Nee, het is eigenlijk juist de erkenning dat, dat je het eigenlijk niet van jezelf hoeft te verwachten. Ook niet van je eigen godsdienstigheid. Je leeft jezelf eigenlijk uit aan God, zodat Hij jouw leven kan leiden. Geloven is eigenlijk. Te vergelijken met over een bruggetje lopen. Je kan naar het bruggetje kijken. Je kan een idee over vormen. Van zou dat ding sterk zijn? Kan ik eroverheen lopen? Dat kan je allemaal doen. Maar je vertrouwt er pas op op het moment dat je daadwerkelijk over die brug gaat lopen. Dus geloven is niet zoiets van. Ah, ik heb wat, wat vage meningen over die ik niet kan bewijzen. Dus, dus ik geloof het maar. Nee, geloven is hetzelfde als vertrouwen. Dus op wie of wat vertrouw jij? En als, als jij zegt: Ik vertrouw op God. Dan is dat dus niet alleen iets wat je van een afstandje doet. Maar dan is dat met je hele hebben en houden. Je loopt als het ware over het bruggetje. Dat is vertrouwen. En als je dat doet. Dan gaat um, Gods geest ook in jou werken. En gaat hij jou nieuw maken. Johannes die zegt: Hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, namelijk als wij Zijn geboden in acht nemen. Dus Hij zegt, het is als het ware een toetssteen, dat als jij zegt dat jij vertrouwt op God, dat jij met Hem wandelt, dan zou dat dus ook in jouw leven terug moeten te zien. Nee, natuurlijk, je bent niet volmaakt, je maakt ook nog fouten, dat doe ik ook, dat iedereen doet dat, maar je zou daarin de vrucht van Gods geest moeten kunnen gaan zien. En dus ook. Dat je steeds meer gaat denken en doen in lijn met Gods geboden. Hierdoor weten wij dat wij hem kennen. Jacobus voegde aan toe: U gelooft dat God één is, zegt hij. Nou, daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit. En zij sidderen. Maar wilt u weten, o dwaze mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Dus als jij niet over dat bruggetje loopt, dan kan je wel zeggen: Ik vertrouw erop. Maar dan is het eigenlijk niet zo. Zo is het ook in het Geloof als jij je leven toevertrouwt op God, aan God, dan gaat Hij ook in jou werken en dan ga je ook op Hem lijken. Het kan niet zo zijn dat die twee dingen los van elkaar staan. Want dan heb je namelijk een vorm van nepreligie te pakken. Dus het vertrouwen in God en het houden en het leven volgens Zijn geboden, dat zijn geen tegenstrijdige dingen, maar het zijn twee twee kanten van dezelfde munt. Dus we hebben onze pitstof. Pitstop afgerond. We hebben het niet uh, in een paar seconden gered, zoals sommige teams dat uh, wel kunnen. Maar goed, we hebben dan ook een, een ander onderwerp. Conclusie. De tien verbondswoorden zijn voor God nog steeds belangrijk. Ze vormen niet de basis van ons geloof of van ons heil, maar ze vormen wel een, een bewijs. Hieraan weten wij dat wij God lief hebben. Een bewijs van echt geloof en van liefde. Die wekelijkse Sabbat die werd Opgenomen in het Sinaï-verbond. Hij bestond al, maar is door God nooit beëindigd. Dus toen het oude verbond tot een eind kwam. met alle instellingen, feesten, offers. die allemaal van kracht waren in die tijd. dat kwam ten einde. Maar dat betekent niet dat ook Gods wekelijkse sabbat tot een einde kwam. Net zo min als dat het betekent dat we nu ineens mogen liggen en stelen en doodslaan. Gods verbondswet is nog steeds van kracht. Dat roept de vraag op: op wiens gezag is dan die dag gewijzigd? Allereerst heeft God dat zelf misschien gedaan. Hij heeft aan, de schep, aan het begin van de schepping heeft hij een dag apart gezet. Heeft hij zelf op een gegeven moment gezegd: van jongens, we gaan het anders doen, we gaan een andere dag kiezen? Nou, het antwoord is eenvoudig: uh, dat heeft God niet gedaan. Laten we eens even gaan kijken wat het Vaticaan over deze materie te zeggen heeft. Hier hebben we een apostolische letter, Dies Domini, die eigenlijk helemaal ingaat op de rustdag. Christian thought spontaneously linked the resurrection, which took place on the first day of the week, with the first day of that cosmic week. Dus hier wordt verwezen naar het christelijk gedachtegoed. Blessed Be He with a kleine letter, who has raised the great day of Sunday above all other days. The heavens and the earth, angels and all men give themselves over to joy. This is why Christians, called as they are to proclaim the liberation won by the blood of Christ, felt that they had the authority to transfer the meaning of the Sabbath. To the day of the resurrection. It was this newness which the catechesis of the first centuries stressed, as it sought to show the prominence of Sunday relative to the, the name, Jewish Sabbath. Hey, we hebben net gezien, dat slaat nergens op, want het was geen Joodse uitvinding. De Sabbath bestond al vanaf de schepping. Maar hier wordt het dus weggezet als de Joodse Sabbath. Die dus niet voor andere mensen geldt. With its, weekly, with its weekly recurrence, the Lord's day is rooted in the most ancient tradition of the church and is vitally important for the Christian. Dus overal wordt hier gezegd: het was de traditie, het waren de mensen, ze hadden het gevoel dat zij de autoriteit hadden om het te veranderen. Alsof ze het niet over hun lippen kunnen krijgen om te claimen dat God het zelf gedaan heeft. Soms krijg ik bijna het gevoel alsof God het ze niet toestaat om dat te zeggen of te schrijven. Het is de ancient tradition die het gedaan heeft. De katholieke die bevestigt deze gedachtegang. Wij komen samen op de dag van de zon omdat het de eerste dag is. Na de heb je hem weer Joodse Sabbat, maar ook de eerste dag waarop God de materie uit de chaos tevoorschijn gehaald heeft en de wereld heeft geschapen. En omdat op diezelfde dag Christus uit de doden is opgestaan, met dat laatste is iets aan de hand. Daar zal ik zo even op inzoomen. De zondag is duidelijk onderscheidend van de Sabbat, waarop hij wekelijks chronologisch volgt. Dus er is geen misverstand hier. Hij komt voor de christenen in de plaats van de volgeschreven sabbatviering. Ah, dat is wonderlijk. De zondag waarop het paasmysterie gevierd wordt, moet uit apostolische traditie in de gehele kerk als de oorspronkelijke geboden feestdag onderhouden worden. Dus nogmaals, geen enkele claim dat God dat had gedaan, maar het is apostolische traditie. En als er nog niet duidelijk genoeg was. Het kerkelijk gebod bepaalt de wet van de Heer. Het kerkelijk gebod bepaalt de wet van de Heer en drukte deze uit. Op zondag en op andere verplichte feestdagen zijn de gelovigen verplicht aan de mis deel te nemen. Ook de Catholic Encyclopedia is er duidelijk over. De church, on the other hand. After changing the day of rest from the uh, Jewish Sabbath, or seventh day of the week, to the first, made the third commandment refer to Sunday as the day to be kept holy as the Lord's day. Let op de verandering van tijden en wet. Denk, denk nog terug aan die profetie. Ja, hij zal erop uit zijn: tijden en de wet te veranderen, hè, dus niet af te schaffen. Veranderen. Hier, dus in één adem, worden de tijden en de wet genoemd. Dus zij hebben de Sabbat verwisseld voor de zondag. Dat was Gods tijd ingesteld bij de schepping. En ze zeggen: Zo hebben ze ervoor gezorgd dat het derde, derde gebod niet meer over de Sabbat gaat, maar over de zondag. Maar wacht eens even. Ken je de tien geboden? Wat is het derde gebod? Het derde gebod is: U zult Gods naam niet ijdel gebruiken. Wat heeft dat te maken met de, de Sabbat? Waarom refereren ze hier naar het derde gebod? Omdat het tweede gebod eruit gesloopt is. Als je naar de officiële katholieke catechismes gaat, zul je zien dat het tweede gebod, u zult geen beelden maken, eruit gesloopt is. En daarom is het vierde gebod, gedenk de Sabbat, ineens het derde gebod geworden. Dus hier in één adem wordt en Gods tijd en Gods wet veranderd. Veel duidelijker kan je het niet krijgen. Het is dan ook geen interpretatieprobleem. Soms kan je wel denken, van, ja, maar de een leest de Bijbel zus, de ander denkt, die leest de Bijbel zo. Dat is hier niet aan de orde. Kardinaal aartsbisschop Gimmons, die schrijft bijvoorbeeld, Je mag de Bijbel lezen van Genesis tot Openbaring. Je Ge zult geen enkele gezaghebbende uitspraak vinden die het heiligen van de zondag bevestigt. De schrift beveelt het godsdien godsdienstig onderhouden van de Sabbat, een dag die wij nooit heiligen. Dus het is geen interpretatie, alleen ze weten donders goed dat dit anders is dan wat God had gedaan. Met dit alles in het achterhoofd, laten we nog eens terugkeren naar openbaring 13, het hoofdstuk waarin de geestelijke strijd wordt uitgetekend en waarin het teken van het beest wordt geïntroduceerd. We zetten naast elkaar Exodus 20 en Openbaring 13. Het eerste gebod: U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En, wat doet het beest? En zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan dit beest gelijk? Het tweede gebod: U zult voor uzelf geen beeld maken. En u zult zich daarvoor niet neerbuigen. Wat doet het beest uit de zee? En het zegt op hen die op de aarde wonen dat zij een beeld moeten maken voor het beest. U zult geen beeld maken, je moet een beeld maken. Het derde gebod. U zult de naam van de Heer, uw God, niet ijdel gebruiken. En wat doet het beest? En het beest opende zijn mond om God te lasteren, om zijn naam te lasteren. Dus hier overduidelijk overtreedt het beest de eerste drie geboden die betrekking hebben op God. Ze gaan een andere God aanbidden, ze gaan een beeld maken en ze gaan Gods naam misbruiken. Dus hier worden Gods geboden met voeten getreden. Overduidelijk. Het vierde gebod is: gedenk de sabbatdag dat, die, dat u die heiligt. Zou het kunnen dat daar ook iets tegenover gezet wordt door dit beest? Het Vaticaan gaat zijn eigen teken opdringen. In het boek Openbaring zie je dat de duivel altijd werkt met kopieerwerk. Nepversies. Surrogaat, er is een valse drie eenheid, een valse profeet, er is een afvallige vrouw, een hoer. Het zijn allemaal nepversies ten opzichte van wat God doet. Dus als God een teken had gegeven in het kader van een verbond, zal ook deze macht met een alternatief teken komen. Als dat zo is, zou het dan zo kunnen zijn? Dat dit teken ook verbonden is, net als Gods teken, met een dag. En zou die dag dan iets te maken kunnen hebben met die, die antigoddelijke ambitie om Gods tijden en wet te veranderen? Het merkteken waar Openbaring over spreekt. Zal een symbolische dag zijn. En dus niet zoals heel vaak wordt gesuggereerd, een chip in je hand of in je hoofd. Misschien lezen we soms net even iets te snel over een aantal zaken heen. Wat bedoel ik daarmee? Openbaring spreekt niet alleen. Over het merkteken van het beest, maar ook over het zegel van God. Breng geen schade toe aan de aarde en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. Het gaat dus niet alleen om wat je niet accepteert, dat merkteken, maar het gaat ook om wat je wel accepteert, namelijk Gods zegel of Gods teken, zo je wil. Dus het gaat niet alleen om het afwijzen van, zoals vaak gedacht wordt, een, een chip in je hand of in je voorhoofd. Het gaat ook om iets wat je juist wel hebt. Dus blijkbaar gaat het hier over iets anders. Ook wordt er een of-teken tussen gezet, een of-bepaling. En het maakt dat men aan alle kleine en grote, rijke en arme, vrije en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd. En het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam. Dus blijkbaar zijn er verschillende groepen en hier wordt dus niet van iedereen gezegd dat hij um, dit merkteken heeft. Maar je kan dus ook de naam van het beest hebben of het getal van het. Zijn naam. Nou staat naam in de Bijbel voor je identiteit. En dat betekent dat je eigenlijk direct verbonden bent met de identiteit van dit systeem. Je bent er direct mee verbonden. Het getal 666 duidt op de volkomen afwijking van Gods daden en Gods schepping. Openbaring staat vol met zevens. God voltooide de, de wereld in zeven dagen. Zeven is het getal van wat God doet. Van het complete, van het voltooide. Dit duidt eigenlijk op het verzet tegen God. Je zou kunnen zeggen: op de verbinding met de onderstroom die zich verzet tegen God. En wat vorm heeft gekregen in de secret societies in deze wereld. Dus of je bent direct met het instituut verbonden, ofwel met dit soort genootschappen, ofwel. Je hebt het merkteken op je hand of op je voorhoofd. Dus alle wereldreligies, waarvan we eerder hebben gezien dat die steeds meer bij elkaar komen, en alle wereldfilosofieën, die blijven wel bestaan, maar ze laten hun ondergeschiktheid aan het beest zien door dit merkteken te accepteren. Zondag, en dat is de conclusie. Waar ik hierop uitkom, zal het symbool gaan worden van Babel 2.0. We zien een beweging richting een vereniging van de wereld. Wat ik verwacht is dat we binnenkort, en ik ga er geen jaren aan verbinden, mogelijk door een crisis heen, maar dat er, dat er toegewerkt wordt naar een wereldwijde regering onder de scepter van het Vaticaan. Die voor de buitenwereld misschien ineens het voortouw gaat nemen, maar achter de schermen al veel langer een rol speelt. En in episode 22b hebben we ook gezien dat, um, volgens de uitleg van Openbaring, ook Amerika daar als politieke en religieuze macht een, een rol in speelt. Zij gaan de mensheid steeds duidelijker voorschrijven wat wij moeten denken en wat wij moeten doen. Dat is je hoofd. En dat zijn je handen. En het belangrijkste symbool van deze wereldwijde eenheid wordt een verplichte gezamenlijke rustdag. Niet de sabbat, maar de zondag. En het is een vervalste kopie van Godsteken en daardoor een aanval op zijn autoriteit als schepper. Dus zijn instelling wordt vervangen door een andere instelling en daarmee wordt eigenlijk gecommuniceerd wij hebben het laatste woord wanneer het moment komt dat de zondag wordt afgedwongen als het symbool van Babel het symbool van de wereldwijde eenheid dan zullen jij en ik voor een keuze komen te staan een zonne religie is van ouds de moeder van alle heidense religie ik zal in um, deze video een link toevoegen in de beschrijving waarin je een video kan zien en waarin meer uitgelegd wordt over deze plek van, van de zonnereligie. Als je het interessant vindt, kan je dat bekijken. Het Vaticaan zit er vol mee zoals we eerder ook lieten zien. En we zien in onze dagen ook een soort vermenging ontstaan tussen pantheïstische ideeën, moeder aarde, Gaia. En laten we zeggen, de hele klimaatreligie. Dus de link met de dag van de zon is niet toevallig. De laatste supermacht is erop uit om godstijden en godswet te veranderen. En Rome zal, dat is dus hier de verwachting, de dag van de zon introduceren als het symbool van loyaliteit aan de Babylonische wereldorde. Hier zie je al wat initiatieven die her en der op gang komen. Hier wordt het een uh, climate Sunday. Misschien dat het een soort van lockdown-achtige versies worden. Ik weet niet precies hoe het zal lopen, maar op allerlei plekken wordt hier al aan geknutseld. Dan de dag van de opstanding. We gaan richting het einde van deze episode. Maar er is nog iets heel opmerkelijks met juist deze specifieke dag. Je zou misschien kunnen denken van ja, het is toch eigenlijk wel mooi. Dat is Jezus niet opgestaan op de dag van, de, van op, op zondag. En is dat niet gewoon een ja, goede reden om daar gewoon in mee te gaan? Waarom zouden ze zo specifiek hierop duwen? Laten we eens kijken wat ze zeggen. Kortom, en dan gaat het hier over de eucharistie, het symbool wat zij, uh, wat zij dan tijdens de mis vaak doen. De eucharistie is de samenvatting van ons geloof, zeggen ze. Onze manier van denken stemt overeen met de eucharistie. En omgekeerd bevestigt de Eucharistie onze manier van denken. Dus hier krijg je een inkijk in de keuken, in het hart van hoe hier gedacht wordt. De Eucharistie op zondag is de grondslag en de bezegeling van het hele christelijke leven: katholieke catechismus. Dus hier wordt een link gelegd tussen de Eucharistie en de de zondag, de dag van de opstanding. Wat was de Eucharistie ook alweer? In het allerheiligste sacrament van de Eucharistie zijn het lichaam en het bloed van onze Heer Jezus Christus, samen met zijn ziel en zijn godheid, en bijgevolg de gehele Christus waarachtig, werkelijk en wezenlijk tegenwoordig. Hele moeilijke, abstracte taal, maar het betekent in feite. Dat Jezus zelf op het altaar wordt gelegd. De offergave is een en dezelfde. Door het priesterlijk dienstwerk offert nu dezelfde die eertijds aan het kruis ten offer opdroeg. Alleen de wijze van offeren is verschillend. En omdat in dit goddelijk offer dat tijdens de mis voltrokken wordt, we hebben we het dus niet over een symbool in hun visie, over een daadwerkelijk offer. En daarom is er ook een priester dezelfde Christus die zichzelf eenmaal op het altaar van het kruis op bloedige wijze offerde, aanwezig is en hij op onbloedige wijze geofferd wordt. En daarom noemen ze dat een zoenoffer. Dus Jezus wordt letterlijk op het altaar gelegd. En geofferd. De Eucharistie op zondag is dus Jezus opnieuw offeren op de dag van de opstanding. Dat is, wat zij zelf zeggen, het hart van de Vaticaanse religie. Huiveringwekkend. Het alternatieve verbond met het Based with the offering of the Sunday Eucharist. The Church crowns the witness which her children strive to offer every day of the week by proclaiming the gospel and practicing charity in the world of work and all the many tasks of life. Thus, she shows forth more plainly her identity as a sacrament or sign and instrument of intimate union with God. En of the unity of the entire human race. Dus de Eucharistie op zondag is het teken, het merkteken van de eenheid van de entire human race. En het is een rechtstreekse aanval op Christus en op zijn goddelijke autoriteit. Jezus wordt altijd afgebeeld aan het kruis. Hij is als het ware het offer. Dat de mensheid moest en moet betalen om door te kunnen gaan met de eigen zondige levensstijl. Tot slot, welk teken wil jij straks dragen als het zover is? Lees het voor jezelf nog eens rustig door. Dit zijn de. Conclusies Dankjewel voor het kijken. Ik wens je Gods zegen toe. En ik zie je graag terug bij de volgende aflevering, waarin we gaan uitkijken naar de grootste dag aller tijden. Dit verhaal is van levensbelang. Wil je op de hoogte blijven, er meer van weten en erover in gesprek gaan met andere mensen? Like de video dan, abonneer je, klik op het belletje om meldingen te krijgen als er een nieuwe aflevering komt. En uiteraard, je kunt het ook delen met je familie, met je vrienden, om er verder over door te praten. Hartelijk dank en Gods zegen gewenst!